You work on the smile, and you're gone for a while. Have a bad day. Do what you like, and how does it feel? One more time, toch? Ja. Oh ja. Cause you had a bad day. Hey, kips. Wat doen de kips nou hier allemaal weer? Them crazy. Ja, maar de kips moeten gewoon in het hok. Ja, maar als ze hier liever zitten, dan is het toch ja, maar, ook wil je even mee? Ook hun ideale zin. Wil je even mee, alsjeblieft? Ja. Want de vorige keer was het ding van de kips gevallen. Ja, kijk, daarom zitten ze er niet op. Oh. Het ding van de kips is weer gevallen. Ik denk dat de geiten daar ook tegenaan bokken. Ja. Ik heb er al balken neergelegd, maar het lukte niet helemaal. Hij is echt heel onstabiel. Instabiel. Want hij valt voornamelijk naar achter. Ja, hij valt niet naar voren, maar alleen maar naar achter eigenlijk. Er komt wel best wel wat gewicht op, hè? Met die kips. Ja, volgens mij is hij zo goed. Oké, dan moeten we ze heen en weer tillen. Jij bent ook voor kips, hè? Ja. Oké. Maar waar zijn de anderen ook? Wat? Waar zijn de andere kippen? In het kleine hokje waarschijnlijk. Hallo. Kom jullie helpen, ja? Dikkie. It's okay. It's okay, Dikkie. It's okay. Heb je Freek gepakt? Wat? Heb je Freek gepakt? Nee, Dik. Goed zo. Kijk, hij doet helemaal niks. Ja, maar ik kan hem gewoon niet zo goed vasthouden. Ik kan hem aaien? Nee, doe maar lekker in op de stok. Als je dat heel graag wil, dan wil ik het best doen, maar... Nee, dat hoeft niet. Kijk eens, kip. Ja, dat is een chille stok. Dikkie blij. Goed. Volgende kip. Ga je Freek pakken? Misschien gaat de rest dan wel gewoon volgen. Nee. Niet? Nee. Ja, Lies. Zo. Is oké. Stel dat je na deze twee helemaal niks meer zou doen, hè? Ja? Gaat de haan ook dan niet de kippen opzoeken? Weet ik niet. Het is oké. Ik heb ook zo echt vies. Allemaal poepies. Rustig. Rustig. Kippie. Oh.
Oh jee. Dat is oké. Dick. Rustig. Kijk. Hallo. Kikkeboe. Ik weet niet of je heel stabiel staat, hoor. Jens. Nee. Oh. Weet ik ook niet. Nou, op zich is er ook niks mis mee. En dan kunnen we morgen wel even stabiel maken. Ja, oké. Okay. Als ze het ook lekker vinden om daar te slapen. Ja. Zit ze ook dicht bij Kate? Ik vind het zo zielig. Dag, Ivy. Waarom vind je het zielig? Hm? Alsof ze geen huis hebben. Ja. Ze zijn thuisloos. Hangend op de straat, een magneet tot foute business. Nee, het zijn gewoon kippen. Dan zit je liever bij Kate dan op een stok waar de geiten moeilijk mogelijk komen aanvallen. Die stok gaat ook gewoon om omdat Dim Goats zo wild zijn. Ja, dat is waar. Vooral Yves. Yves is echt wild. Ja, maar die neemt ook gewoon aanloopie. Doet maar een halve sliding zo tegen. Ze is echt roekeloos, hè? Ja. Vooral zo wild aan het springen.